Hi, goedemorgen. Ik heb wat in mijn stash geshopt. En daar gaan we ons nu mee opmaken. Sorry. Allereerst heb ik qua foundations de Forever Natural Glow. Natural Glow. Oh nee, de Forever Skin Glow. Dat is de Natural Nude. En de Maybelline Acetone. Die gaan we gebruiken. Maar eerst ga ik een beetje. Bruimen op de stukjes doen waar ik het meest. Vind ik last ervan. Niet zoals je poriën, maar textuur. En het is natuurlijk bedoeld voor je poriën. Ik heb een waas voor mijn oog. Maar. Een beetje blurren kan geen kwaad als je wat ouder wordt. Even een kwastje erbij. Voordat ik dat ga doen, hou ik even mijn hand recht. Ga ik even. Correcte. Dit is de Under Eye Corrector van Revolution. Dat Acetone is van Maybelline, is een soort skin tint. Het heeft niet heel veel dekking. Goed, maar dat wil ik over het algemeen ook niet natuurlijk. Het mag er best wel. Wat natuurlijker uitzien voor mij. Even spiegel draaien. Het ziet er hier een beetje. Droog uit. Heel even met een droge beauty blender. Dat doe ik op mijn neus ook. Misschien iets te veel opgedaan. Het haalt toch wel een beetje weg. Een beetje overtollig. En dan hou je een hele mooie natuurlijke huid over. Maar als je de spons nat maakt, dan krijg je weer zo extreem glowy, zeg maar. Hier heb ik ook de concealer van. En ik heb natuurlijk al een corrector, maar ik doe nog een heel klein beetje van de concealer erbij. En daar heb ik een hele kleine cutie ding voor. Dan heb ik niet de poeder gepakt die hierbij hoort. Maar ja. Die heb ik niet gepakt. Ik heb nog steeds de Revolution Under Eye Powder. Dus die gaan we hieronder doen. Dat is een brightening poeder. Een beetje over het oogwit ook. Zo. Als bronzer was ik van plan om de. Waar is mijn bril? Kijken of ik het goede tubetje heb. Ja, de liquid bronzer te gebruiken. Even. Ik heb nog van.
foundation op mijn hand. Het is vandaag zaterdag. Dat betekent dat wij weer gaan lunchen. Wij lunchen elke zaterdag buiten de deur. Dit lijkt nu heel heftig, maar dat ga ik zo corrigeren. Het is lekker lente, dus ik heb lekker. Dan doe ik dat ook met de spons waarmee ik het overtollig foundation heb weggehaald. En dan kan je het heel mooi blenden. Kijk, dan is het ineens veel natuurlijker. Ah, lang leven de lente. Hier kan mijn neus. Even kijken. Ik ga een blush doen, ook van de Super Dewy lijn. Ik denk dat ik die gelijk zo. Dit lijkt heel heftig, hè, maar daar gaat nog poeder en zo overheen. Dus dat komt goed. Ik heb ook nog een highlightertje van de Super Dewy lijn. En dat hoeft echt maar een klein beetje, hoor. Dit is alles. En dan doen we het zo en dan. Ik zou het als blush kunnen gebruiken. Zo. Een beetje op mijn neus. En dan gaan we poederen. En ik heb de Le Beige Healthy Glow Sheer Poeder van Chanel gepakt. Ik dacht, die kunnen we wel weer een keer gaan gebruiken. Deze poeder maakt niet helemaal mat. En ik wil altijd graag dat mijn kaaklijnen droog aanvoelen. Dat is eigenlijk het doel. Ik hou niet van een plakkerig gezicht. Het is een heel klein beetje tacky nog, maar dat komt wel weer op. Heel even, ik heb van Catrice een lip
primer. Laten we even hun werk doen. Dan mijn Maybelline potlood voor de wenkbrauwen. Daar heb ik ook een spiegel. Dus dan kan ik een beetje kijken of ik gelijk zit. En alleen de voorste haartjes even een beetje kammen. Zo, that's it. Meer doe ik er niet aan. Heel klein beetje oogschaduw. Dit is van Maybelline. De City. Kids, Pink Edge. Er zaten wel mooie kleurtjes in, dus ik dacht, nou laat ik het eens een keer doen. Oh, die zwarte valt er bijna uit. Ik pak de hele huidskleurige, zeg maar, over het hele ooglid. En dan wil ik, denk ik, een beetje de roze. Gewoon heel lichtjes. En dan laat ik mijn ogen iets zakken, want dan zie je precies hier het overhangende lid. Zeg maar. En dit zijn geen oogschaduw met onwijs veel pigmenten. Dit is echt gewoon een lichte wash of color. En dan hebben ze ook nog een hele lichte roze glimmende. En die doe ik op het bewegend ooglid. Want dan springt dat er iets meer uit. Ik doe nog wel een beetje van het roze. Onder mijn oog. Ik heb dat deed ik vroeger nooit. En ik vind het op een of andere manier toch wel heel leuk. Zo, that's it. Dan, even tightlinen. Dit is het moeilijke oog. Ja. En dan even de binnenste ooghoek. Nee, de waterlijn. Beetje opfrissen. Wimpers krullen. En de mascara, de Maybelline Curl Bounce.
Zo'n beetje aan de onderkant en nog een klein beetje aan de bovenkant erbij. En even laten drogen. Dan gaan we ondertussen verder met de lippen. Ik heb hier de Lip Cheat Iconic Nude. Kleur ik heel mijn lippen mee in. En dan heb ik een nieuwe. Dit is geen poutbom, maar een Hydra Bomb van Revolution. Die ontzettend naar kokos ruikt. Heel vies vind ik dat. Heel vies. Ik heb niet zoveel te vertellen vandaag. Eigenlijk meer een beetje over wat ik aan het doen was. Ik zie een kleine smudge even in mijn laag grijpen. Daar zat een kleine smudge. Een beetje. Oh, die top. Fixing spray. Ook de Super Dewy van Revolution. Even waaieren. En mijn super nude look is klaar. Dat was hem. 18 minuten heb ik over gedaan, inclusief kletsen. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je keek naar mijn hobby YouTube kanaal. En daar komt nog veel meer op make-up gebied. Want ik hou van make-up. Ik ben dol op make-up. Ik wil binnenkort ook nog even een everyday lookje opnemen. Dat verandert niet heel veel van dit. Maar leuk als je dan weer kijkt. Like en subscribe. Doei.